Hey, Bart Valkenier hier van MarketingMedia.nl. Een blender groeit als kool. Ja, niet letterlijk, hè. Kool is toch niet. Ik bedoel, qua gebruikers wereldwijd. En ook de makers van Blender, de developers, zijn druk bezig met nieuwe megavette dingen in Blender stoppen waar jij dus gratis mee kan spelen. Maar ja, stel je hebt iets heel super vets gemaakt, kan je die dan wel openen in een nieuwe versie? Of gaat er dan van alles mis? Kort antwoord, nee. Iets langer antwoord, in deze video ga ik Blender updaten en jou laten zien dat dat zo gefixt is. Tekening tot leven in Blender. Bekijk en download alles van mijn mega Blender training op maakietsmedia.nl/blender. Blender.org, daar moet je heen. En bij download vind je de laatste versie. Op dit moment, 29 oktober 2024, is dat 4.2.3 LTS. En LTS staat voor Long Term Support. Want sommige versies van Blender gaan ze jou beloven dat ze zeker weten je projecten in kunnen gedraaid kunnen worden en kunnen gerenderd. En dat is heel belangrijk voor game studio's, animatiestudio's die natuurlijk heel erg afhankelijk zijn van software die blijft werken. En dus oudere versies gaan ze dus long term, lange tijd support. Super vet. En lange tijd, kijk, moet je releases. Als je hierop klikt, dan vind je hier alle releases die er zijn van Blender. Sommige kun je niet in één keer downloaden, die zijn echt te oud. Maar moet je kijken, joh, al die splash screens van alle versies van Blender. En toen ik startte, was een beetje rond hier. Het zag er eigenlijk niet uit. Het was gewoon foei lelijk. En vanaf versie 2.8 werd de UI, de user interface van Blender, veel, veel mooier. En daarna zijn ook veel meer mensen het gaan gebruiken. En het gaat maar door, het gaat maar door. Nou, je hoeft niet bang te zijn dat jij je oude projecten niet in nieuwe versies kan openen. Echt niet. Wat je doet, je gaat naar download, je klikt gewoon op download en zoals elk ander programma gaat hij nu downloaden. En hey, vind je het een vet programma? En zeker als je geld verdient met Blender, geef ze ook wat terug en doe een gift. Want met jouw gift kan Blender doorontwikkeld blijven worden. Maar hey, ben je gewoon student, leerling? Ha, geniet gewoon van het feit dat het helemaal gratis is. Ik zit de tijd vol te praten, maar nu is Blender hier dus gedownload. Klik ik eventjes hierop. En dan kom ik hier in verkennen en dan zit ik hier in mijn download map. En hier dubbelklik ik dan eventjes op. En dan zegt hij, welcome to the Blender Setup Wizard. En dan klik ik gewoon op, hij is nog even bezig. Computing Space Requirements. Yes. Dan is klaar mee, druk je op Next. En zeg je Accept, zoals altijd. En dan zegt hij, hey, waar moet Blender geïnstalleerd worden? Nou, Blender al zich is helemaal niet een groot programma. Dus dat past heus wel ergens op je computer, op je PC-schijf. Gewoon doorklikken. En dan wordt Blender geïnstalleerd. En hij is klaar. Completed the Blender Setup Wizard. Finish. Tada! En nu, dames en heren, is het klaar. Blender staat nu op je PC. Wat? Maar kan je dan je oude Blender-programma's daarin openen? Zeker weten. Ik krijg vanuit het startmenu. En dan klik eventjes bij alles. En dan klik eventjes op de B van Blender. En hier heb ik Blender. En dan klik eventjes open. Dan moet je kijken. Ik heb gewoon meerdere versies van Blender naast elkaar op mijn computer staan. 3.4 staat er nog op. 4.0, 4.1 en 4.2. Het is niet zo dat als je Blender installeert dat hij de oude versie ervan afgooit. Wat bij sommige programma's zeker het geval is. En de nieuwe er overheen. Zeker niet. Je kan oneindig veel Blender versies op jouw computer hebben staan en zelf kiezen in welke versie je Blender wilt openen. Nou, ik zal eventjes degene die ik net heb geïnstalleerd heb openen. En als je dan heel even iets beter naar de splash screen kijkt en die niet gelijk wegklikt, dan zie je hier een belangrijke knop Import Blender Preferences. Als je daarop klikt, dan haalt die alle voorkeuren, instellingen en add-ons van eerdere versies van Blender op en laat die in deze nieuwe versie van Blender. En zo ziet alles er dan hetzelfde uit zoals je gewend was en hoppakee, je kan weer verder. Wat ook altijd kan, is kiezen om toch weer even een project te openen in een oudere versie. En dan moet je in Windows Verkennen even rechts klikken op een project. En kies dan voor een oudere versie van Blender die je nog geïnstalleerd hebt op je PC. En je maakt ook even een keuze of je die voor alleen deze keer in deze oudere versie wilt openen of voor altijd. En zo werkt het. Niet heel spannend toch, Blender updaten? Maak niet.